toen mijn vriend nu mijn ex zeg maar was. En dan ja. Hadden we op een gegeven moment gewoon honger. Dat was vaak na de seks, dus ja, en dan werd het gewoon een pizza. Ja. Ik weet niet of we die scène na gaan maken. Ik denk het ook niet. Foto's. Ja, zo van, yeah. Maar wel een hele fijne herinnering lijkt mij dat, dus daar kunnen we zeker mee aan de slag. Intussen is fotograaf Ahmed Palat gearriveerd voor zijn tweede les. De jongeren hadden als huiswerk om een gerecht te maken of te bestellen waar ze een belangrijke herinnering bij hebben. Daar gaan ze vandaag foto's van maken. Maar twee leerlingen hebben geen gerecht. De bestelling van Chess blijkt niet goed te zijn doorgekomen en Marvin wilde zijn gerecht zelf koken. Toen het toch niet lukte, was hij inmiddels te laat met bestellen. Ja, ik kan deze les niet meedoen, man. Want mensen hebben mijn eten hier weer niet doorgegeven. Dus ja, ik heb ook geen zin om mee te doen. Dan. Ben je teleurgesteld? Ja, dat is gewoon onzin. Dus je bent een beetje gefrustreerd erover? Ja. Maar je wil dan gelijk zelf zeggen dat je dan niet meedoet? Nou ja, ik heb geen reden om mee te doen, toch? Eigenlijk zegt hij dan, van ik wil ook niet horen dat ik eruit gekikt word. Dus ik bepaal zelf al dat ik me in buitenspel zit. Er is iets gebeurd in miscommunicatie. Maar jij zegt nu gewoon van ja, dus ik doe gewoon niet mee. Ja, ik vind het wel onzin om mee te doen dan. Nou, ik niet. Hij wil zelf de controle houden over de teleurstelling. En ja, ik draai hem om en ik zeg tegen hem van ja, maar je mag gewoon meedoen. Ik denk dat je heel veel zou leren als je gewoon meedoet. Ik heb een halve hamkaascroissant voor je. Denk in oplossingen, jongen. Het is een soort visuele cirkel waar hij dan in zit. Je ziet gewoon, hij komt er niet uit. Dus het enige wat ik dan op dat moment probeer, is zeggen van laten we dit parkeren. Want daar heb je nu niks aan. Het gaat me ook niet over die schuldvraag, want daar los je ook niks mee op. Maar ben je nu hier en wil je gewoon meedoen? Ja, ik denk dat er genoeg eten ligt. Ja, ja, ik doe maar wel. Ik vind het wel vervelend voor je dat dat gebeurd is door een miscommunicatie. Marvin wil wel bij de les blijven en misschien anderen helpen met hun foto's. Dus Ahmed begint. Hij wil eerst wat van de achtergrond bij de gerechten horen. Toen ik mijn buurtverbod had, toen mocht ik niet in de buurt komen. En toen ging ik steeds vaker natuurlijk de buurt uit. En toen gingen we echt gewoon elke McDonald's af die we konden vinden. En hadden we kipnuggets. Dat was iets wat mijn moeder vaak maakte, maar ze zit nu al 18 maanden vast. Dus dat heb ik al gemist. Toen mijn vriend nu mijn ex zeg maar was, en dan ja. Hadden we op een gegeven moment gewoon honger. Dat was vaak na de seks, dus ja, en dan werd het gewoon een pizza. Ja. Ik weet niet of we die scène na gaan maken. Ik denk het ook niet. Foto's. Ja, zo van, yeah. Maar wel een hele fijne herinnering lijkt mij dat. Dus daar kunnen we zeker mee aan de slag. Ja, dat was mijn herinnering, weet je. Dat ga ik niet onder stoel of banken steken. Ik zie hier wat anders. Een kippie. Ja, het is geen kippetje. Braadkuiken. Braadkuiken. Ja. Ik liep gewoon iedere dag als ik naar school ging naar zo'n marktkraam. En het enige wat ik eigenlijk aten was brood of rijst. En ik had altijd gewoon heel veel honger als ik het rook. En toen op een gegeven moment op een dag, toen was ik dus jarig. Mijn ouders gewoon geen geld hadden om echt cadeautje te halen. Dus toen had mijn vader dus dat braadkuiken voor me gehaald. Daar was ik heel blij mee. Heel goed. Ik was echt verrast door de verhalen die iedereen gelijk vertelde. He, mijn idee was van we gaan het over eten hebben. En eten is veilig en iedereen heeft iets met eten. Maar iedereen begon gelijk met verhalen uit hun verleden. En dan ben ik benieuwd van, kan ik dit dan ook in beeld omzetten? Ik moet hem alleen maar in principe gewoon zo te houden al. Maak hier een foto van, heel schuin. Ja. Throw it. Nou, je zou ook bijvoorbeeld he, door het glas heen of tussendoor. Wacht jij ook dat die groen wat, weet niet? Ja, hè? Anders kan je geen foto maken. Oh, ik krijg kankerhonger van jullie. Hey. Wacht. Chess was eigenlijk het tegenovergestelde van Marvin. Zij had ook haar eten niet kunnen regelen, maar bleef er niet in hangen. En ze was gewoon continu bezig, participeerde in de fotoshoots. En ik merk ook bij haar dat ze haar creativiteit daar een plek in kan krijgen. Marvin was ook wel van plan om anderen te helpen, maar het lukte maar niet om uit zijn buiten te stappen. En van al het eten heeft hij enorme honger gekregen. Ik zou echt niet weten wat ik moet doen. Ik worstel dan best wel heel erg met mezelf. Ik weet niet eens hoe een fucking tosti-apparaat werkt. Cheyenne, Chantal en Whitney hebben er ook niet zo zin in. Klaar! Die was gewoon mooi geleend. Ja toch? Klaar! Ze doen ook weinig moeite om echt iets van hun foto's te maken. Ik weet toch dat ik er niks meer wil doen en dat ik met de foto's ook niks zou doen, dus ja. Het is een beetje een soort non-houding. Dat is niet een studiehouding waar je ja, hiermee met zo'n kans mee om moet gaan. Ook bij Eva gaat het niet zo lekker. Maar bij haar heeft het niet zo zin met haar interesse in de les te maken. Ik weet niet echt of het heel erg handig is om het er zomaar over te hebben.
Nou ja, je hoeft het er niet van mij over te hebben. Maar... meer omdat ik escalaties, et cetera, wil voorkomen. Oké, kan ik iets doen waardoor het beter gaat? Nee, hoeft niet per se. Want volgens mij vind je fotograferen wel fijn. Ja, klopt. Ik vind het wel leuk. Ja, dat vind ik jammer dat je dan een vervelende les hebt vandaag. Ja, klopt. Ja, vind ik zelf ook. Wat ze wel deed, is ze toch nog even een paar foto's erbij maken. En dat is voor mij de kleine overwinning. Dat ze toch nog een klein beetje eroverheen heeft gezet. Ook al staat ze daar met een droevig gezicht dan op, ze doet het toch. Eva doet dus nog even haar best. Maar als Ahmed de groep weer terug de kapel instuurt, blijft ze achter. En stort ze haar hart uit bij Whitney en Kilian. Het gesprek dat ze tijdens de pauze met El Giro had over haar borderline, zit daar toch behoorlijk dwars. Ik heb gewoon het gevoel dat El Giro me niet echt serieus neemt. Ik zei wel gewoon van ja, het is niet erg, maar eigenlijk vond ik het super kwetsend. Dat hij dan gewoon zegt van ja, maar ja, sommige mensen die hebben niet eens benen. En die gaan ook gewoon door. Dus maar misschien zegt iemand het wel op die manier en ook met die bedoeling, maar niet bewust. Dat kan ook nog. Ja, precies. Ja, maar dat is ook een vergelijking van niks. Want als je depressief bent, is wat anders dan je poot kwijt. Ja, precies. Je bent depressief, niet je poot kwijt. En diegene die zijn poot kwijt is niet depressief. Binnen gaat de les intussen gewoon door. Ahmed bespreekt alle foto's even kort en heeft ook wat te zeggen over de inzet van de leerlingen. Hoe meer jullie erin stoppen, hoe meer jullie ook van mij te horen krijgen. En dan leer je dus gewoon meer. Heb je één foto gemaakt? Ja. Dat had ik niet echt zin in dan? Ik heb helemaal niks verwijderd of zo. Het was gewoon eerst foto en toen klaar. Het was je klaar? Ja. Ik merkte gewoon dat je er geen zin in had vandaag. Dus, nou, het is niet dat ik er geen zin in had hoor, maar gewoon... ja, ik weet niet. Je weet het niet? Nee. Nee. Oké. Ik vind fotografie best wel leuk om te doen. Dus als ik dan zo overkom, ja, dan daar kan ik gewoon niet zo tegen. Dat hij dan gelijk als een oordeel geeft om naar mij te vragen van... hé, waarom heb je niet nog een foto gemaakt? Want hij wist dat we wel druk waren met z'n allen. Ik vind het wel heel goed uitgewerkt. Ik ben ook blij dat jullie weer met elkaar als team door zijn gegaan. Want jullie hebben wel een creatieve mind samen. Hier, dit licht gewoon. Het lijkt wel een soort outer space. Nu lijkt het goddelijk. Fucking ziek. Ja. Die. Super gaaf. Wauw. Heel goed. Mr. Mac. Hij is er niet. Kippetje is er ook niet. Nee. Nee. Eva is nog steeds buiten met Kilian en Whitney. Die raden haar aan wel met El Giro te gaan praten. Anders heeft hij het misschien niet door en dan blijft dit de andere twee weken ook zo gaan. Want als je niks zegt, dan weet je dat die twee weken sowieso kut zijn. Ja. Snap je? Gaan we naar binnen? Maar binnen is de les inmiddels afgelopen.